Friezen met een hege bloeddruk kunnen in ziekenhuis MCL te lanen voor een nieuwe behandeling. De zenuwen bij de nieren worden daarvoor stillijn. Ja, dit is een angiotafel, zoals we dat noemen. Hier ligt de patiënt. Er komt dan deze röntgenbuis over de patiënt en die kijkt op de plek waar de nierarteriën lopen. En dan vanaf hier schuiven we in de patiënt via de lies de katheter naar binnen, naar de nierarteriën links en rechts. En wij kunnen met die buis zien precies wat we aan het doen zijn. De behandeling is bedoeld voor mensen bij wat de medicijn net genoeg helpen. Leeuwarden is een van de ziekenhuizen die het meedoet aan een landelijk onderzoek. We zijn nu bezig met het onderzoek waarbij de mensen worden geloot of ze voor deze behandeling in aanmerking komen of dat ze op de gewone manier worden behandeld. En wat we uiteindelijk willen zien is niet alleen dat de bloeddruk daalt, maar dat we ook zien dat er minder hartaanvallen en minder beroertes gaan komen, waardoor mensen uiteindelijk langer en gezonder kunnen blijven leven.